Goeienavond, Tolla, nog een keer. Het is baie lekker om jou weer te zien. En voor al ons kijkers bij je huis, baie welkom. En voor al die ateliergasten en dan voor jullie twee gasten met ons vanavond, Danny en Mossie. Het is heerlijk dat jullie hier van die Weskus af is. En van... Ik denk ons gaan lekker gezels. Weet ik, hoor nou die dag weer een ou wat de dokter toe is. Hij het nie lekker gevoel nie, weet, en hij gaan de dokter toe. Dokter toe nou klomp bloed getrek en hij sê toe voor man, jy moet maar kom, ek sal as ek die resultate het, sal ek jy laat weet. En hij bel toe ook voor my, hy sê jy moet maar sommer vinnig kom. En hy jaag daar aan en die ontvangsdame sien om, hy sê, jy kan maar deerstap, die dokter wacht net vir jou. En hy gaan sit, my spier wat jy weet, en hy sê, wat is die dokter? Hy sê, man, ek gaat sommer nou met die hele ding uitkom, ek het nie nog tyd om nou, ek het die resultate van die toetsen gekry en jy het net 12 uur nog om te leven. 12 uur? 12 uur. Die man sit so, hy raak absoluut ijskoud. Nee, hy sê, dokter, kan ek dalk een oproep maak? Hy sê, ja, jy kan maar bel. Ek sal het op jou rekening sit. Hy bel. Dan is hy vrou toe, hy sê, luister vrou, ek het nou skokkende nuus gekry. So ek het, die dokter, ek sit nou voor hom, hy het vir my gesê, ek het nog net 12 uur om te leven. Sy sê, wat gaan ons maak, Jan? Hy sê, man, ek kom nou. Vat jy voor jou overnight casey. Ek kom tel jou nou op. En dan gaan ons nou geld uitgeen. Net soos wat ons wil. Jy kan die kredietkaart nog met my polisse betaal. As dit nou enig. Jy krijg ons dan een paar dae wat jy gratis het. En hy sê, ek kom tel jou nou op. En hy jaag deur daarna toe. En hy kry haar, hy sê, vat wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou eerst langs die see stap. Een lekker eet. En dan gaan ons middag eten eet en ons gaan eet net wat ons wil. Jij kan eet net wat, je kan chocolate, ik ga ook enig iets met cholesterol gaan ek vreet. Ja, en als hij niet, als hij gezond is, dan ga ik hem eten. En daarna gaan ons hotel toe. En dan gaan ons lekker een boek daar en dan gaan ons weer eet. En dan gaan ons dans. En als we klaar gedaan zijn, dan gaan ons kamer toe. En dan wil ik nou wonderlijk met jou liefde maak. En dan gaan ons daarna naar de nightclub toe. En dan gaan dansen ons nog weer aan die nightclub. Zij zei, dat is oké okay voor jou om te praten. Je hoeft je morgen op te staan. Ik heb lekker uitgelezen, mannen hier zo vandaan. Mossie Mostert, hij is, Mossie is oorspronkelijk van Tilburg, hè? Dat is recht. En Mossie is nou een zakenman. Hij zei Mossie Mostert, ik dacht, hij is Mossie de plezier. Maar hij is Mossie Spreeuw. Hij is nou een zakenman daar van die Koeberg. En Bannie Koegelenberg. Bannie is nou een rarige, murg en been Westkasser. Hij blijft daar in Vredenburg. En hier die twee mannen, ik heb daar met alle bijenpootjes geloof. En ik heb lekker gezellig. Maar Bannie, net om jullie aan die gang te zetten. Ons had zo met nog van die Kaapse mannen gepraat, van die gammatten. En die gammatjes staan nooit dag daar bij de lichaam. Hij komt stormen zo bij, maak zijn bijtjes zo op. Hij zegt, wat zijn die kammerkoppie? Kijk hier, lekker kammer, lekker kammer. Bozers, lekker kammer, lekker kammer. Wij zijn zo die jas. Hij zei, alle haren kam, twee waren, alle haren. Hij zei, kijk hier, kan niet breken, kan niet breken, kap. Hij zei, kijk hoe lekker lap aan, kijk hoe lekker lap. Vrienden, nou laat Tolla nou van die gamma te praten. Dat is voor mij ook altijd mensen, ik werk met elke dag. Ik heb lang vastgevangen voor ik nou weer die werk is wat ik nou is. Maar dat laat me nu denken, nou gaan die mannen maar eens uit met die trollboot en dan zullen misschien een maand op je zien. Kijk, als die mannen dan terugkomen, kijk, dan zal hij boeg. En dan is hij wel mens zien. Ja. Nou zullen nou die aand hebben die jetting komt trek. Nou zeg, ga maar voor Gatiep. Hij zei, hey Gatiep, weet je wat? Vandaan smaak ik aan voor een lekker stukje jong lijf, man. Hij zei, nee, maar Gatiep, hoe is dat? Ons maakt voor ons mooi, man. En dan nog gegaan en lekker gewassen. Goedjes gespuit, laat hulle lekker ruik. Nou kom stapel hier af op die boot. En dan die leer toe. Toe kijk Gamma zo, hij zei, hé, Gatiepie, zien jij wat ik zie? En hij loopt zo staar op die trapjes af. Maar toen hij nou die grond vat hier. Toen sprong hij paard om, maar hij vat wereld. En hij loopt. Zo is Gamma daarna, Gamma daar loopt. En zo na een uur, toen kom stapel, hij paard nou weer hier in die dokse. En, maar man, hij is nat van die zweet. Gatiepie kijk om zo, hij zei, hé, Gamma, heb je al lak gestrijd?
Hij zei, ja man, maar dat ding ja, ik jam zo als Timo. Maar hij in die tijden toe tikkelen om te trekken zijn bek zo een moed die die tier. En ik draai hem om. Ik zei, hé, hey, maar Jezus was een klong. Een amper losse kom. Annie, jij hebt jouw broer wat onderwijzer was? Mijn broer. Ik heb twee broers wat onderwijzers, maar de oudste ene. Die ouwe het ook nou gezien, die bezigheid werken uit die toe, dat nou maar gelos, nou is op die plaats. Hoe is het? Maar zo, kijk, hij is nou een geleerde man. Ik heb nou maar net school gegaan, tot hij me die blinds toegetrekken, toen moest ik lopen. Ja. Zo vertel hij, kijk, dat is nou vandaag zondag. Hij zei, jij nou op een zondag jouw motor vat, dat jij wil nou kijk, waar blij nou een ouwe, waar daar nou een pontine in zijn zak aan steek. Dan rij jij nou hier, die dorpen zo, dat maakt nou niet zo wat Woester of Wellington of Perel, is het. Maar je mag niet van er drie rijden, net zo drie. Dat jij al kan kijken, want anders kan namens nog een fout komen. Dan rij je nou zo naar hou je nou die pad op, dan zie je nou zien, maar hier kom je nou in een gebied, oude broer. Netjes huizen. Die machine maar Benz, hij staat hier opgetrekt op die driveway. En achterom leidt Douwerman van hier, die zwart is met die oortjes wat zo fijn geknipt is. Ja, ja, ja. En kijk, hij is van niemand lust, want zijn tanden is net zo lang. Ja. En dan daar nou... Lippen links de motor zijn bonnet opstaan. Hij kijkt jou. Ja. En dan moet hier nou op die grasperk, moet hier nou een van hier die Siamese katten, moet die mooi blauw oor. Hij moet nou daar rondstappen. En in die middel van die grasperk, daar moet van hier die poster duifhokjes wees. Jullie kennen hem, moet die dun steeltje naar die moest hij goed hok boog. Ja. En dan hier op die linkerkant van die huis, daar is nou van die buitengebouwen moet hier die buiten opklom trap. Ja, ja. Nou zo heeft hij nou die spul gezegd, kijk, maar die Siamese kat loopt heel toeties moet op met die hond. Die hond had hem net zo gekeken, toen denk ik, wacht, hij zal maar pad. Nou kom hij bij die poster duif hokje. Nou dat hij die duif gekeken, maar nou zit hier die mannetje duif boog, zit boog bij hokje, hij is opgeflekt. Van bron. Nou, het flert, leeg zo in die zon, die sterkt staat eigenlijk net zo. Lekker in die zon. Die kat wil hem nou die duif hem mag. Nou hoe nou? Nou lijkt even op. Come down! Come down! Nou, die tijd toen hij duif, toen schudde hij hem nou zo recht, dus hier boven je hok net zo. Jongbo. Nou ja, man, als ik kat zijn bezigheid nou kan doen. Ja, nou stappen we hier op de gras, nou zit die wijfie kijkje daar boven op die zolotrap. Nou zit, dit was hier in die zomertijd, dan zit hem nog, zit vast. Leg hier een vier met die voetje en kijk weer hier. Krap hier. En toen denk ik, waar, dat is nou zijn laatste kans. Nou. Nou loopt zet hij onder de ijs, onder de trap, nou lijkt hij. Marai! Marai, come down! Come down! En toen hij daar nog van Marai hier kreeg. Toen schreef Marai, oeh, jij stier mijn kleren! Heb je nog een ding, Hans zal er al aankomen. Ja, nou, Hans het vannacht klaar gespeeld met die mannen. Ja. Jij weet nou het praat van die kamer, dat daar zo tijd terug, ik weet niet of jullie kan onthou in die kaap, die mannen zo gesit het, met hulle zo gebedeld het en vier hoekjes verkoop het en veters. En baie daar in al die straat, nou is daar baie meer, maar daar was, daar het die mannen nog net zo twee of drie gesit. Ja. Toen kom die ou daar voorbij gestap en hy, ik vraag van jou, wat kost die veters? Hij zei, nee, is 20 cent. En hij gooi 20 cent in en hij stap aan. Hij zei, maar jouw veters? Hij zei, ik wil veters in. Ik zal maar net voor die 20 cent. En hij stap de volgende dag weer af en gooi weer 20 cent in. Hij zei, meneer, is jouw veters? Hij zei, man, ik moet zeggen, ik wil die veters in. Ik zal maar net voor jou voor die... En zo gaat het aan. Maand. Twee maanden, drie maanden. Nou, en hij stap weer af en gooi weer 20 cent in. Nou, hij zei, meneer... Hij zei, man, je weet wel dat in die tijd, ik wil hier 40 zien. Hij zei, mijn 40 prijs is nog open, zo 40 zijn. Ja, maar. Nico, jij praat over van die rijk mensen. Maar hier, Gert van der Waal vertelde me gisteren, hij had een vriend gehad, Spotty Sinekar. En die omkoop kwam ook op het stadion van een lekker BMW. Maar een nieuwe kar, uit die box. En zomaar zei, maiden voyage. Gaan hij niet aan die wildtuin toe. En dan stop aan die wildtuin.
met die eerste kamp wat nog slaap en toe, en die kan het hem doen. Schakel je de radio af, maar de radio wil je dood. En die aan die knoppen gedrukt, maar die karren lijkt me nog zo'n wandelijn bij night deze dag. En het weer, en het, nee, en het, die sleutel, hij schakel die kar af. En hij trekt die sleutel uit. Maar die draadloos speelt. Maar dat is nou een dierkar, man. Het nou net, die kar had nou 500 kilo zo. Nou, kijk, nou deed die boekje uit, die weet van die kar. Nou lezen. Hij wil die radio doodkrijgen, want hij weet niet of ik dankzij batterij word, nou pap. Hij kreeg niet, hij ligt daar bij de kar. Hij staat door, weg, en toen gesleept met die afstandbeheer en alles, die draadloos speelt. Hij zei, vrouw, maar ik kan ons nog niet zo gaan slapen, want die motorse batterij is nog niet doordraaid. Dan gaan we later onder, nou die hier bij die smeldraadjes, weet je, nou een tangetje, nou trekken, in voor in, uit, die draad wil spelen. Nou raak iemand kwaad, die zien, want die, het is nou een nieuwe Duitse motor wat die gekozen was, zo weinig geld kost, nou wil die draad wel vrek. Veel later, nou zie je bij die, nou kom allemaal, wat bangalootjes daar rondom, het, kom nou, kom, kijk. Allemaal hier raak, allemaal kijk. Allemaal trek draaitjes uit en stik. Ik heb er nu om uitgelegd, maar zo'n gereedschapkastje die kar. Je moet nog daar en nog de tang uit en ik weet niet wat, de sidecutter. Sidecutter is Afrikaans. De sidecutter is Afrikaans. Zeker een kantknop. Ja, een kantknop. Nou zit maar hier onder die kar, nou zit die vrouw met de boekje met de pen. Nou zei hij, schrijven nou. Ik trek die rode draad bij die zwarte box. Maar kijk, dat is een heel elektronische motor. Je weet, ik kan dat die nou van komen. Dan trek ik die draad uit. Nee, die draad wil spelen. Dat is te klaar. Maar op die eind, maar langs door in de korman, dan begon ik knippen die draadjes wat in die radio en knippen af. In voor in. In voor in. We laden een heel gorreltje wat in die draad wil spelen. Als allemaal af en toe maar die draad wil spelen. Ja, hij zei dus, toen leidde hij om op zijn rug onder die paneelbar. En hij nou hier die ding uit. En hij begon, en hij maakt hij draadloos los. Weet je hoe zit hij draadloos op deze dag? Dat is veiligheidsgoed. Toen hij laat die draadloos uit. Hij zei, hij staat buiten die motor, hij zit ernaar op het zak neer. Maar die draadloos wil nog. En die ouwe staan zo terug en die kijk elkaar zo. Alle dieren staan op, die mensen staan rondom die karren. Die daar niet elkaar, heel in elkaar draadelen. En ik kijk zo in die kar en hij komt bers op die achterste plek. En hij vat ze me en hij rukt ze me en hij komt bers zo uit van kwijtheid. Toen val die anti-support op een draad door ze hier. Excuse me, als jullie nou die platteland, ik heb me zo net zo zeven platteland groot geworden. Ja. Nou, ik hoor jullie praten van geld. Ja. Ik hoor jij praat van rijk mensen, wat ook ken. Ik heb... Mijn familie is ons zeker vanavond bij kwaad, dus ik zei ons het arm groot geworden. Maar ze hebben nooit arm gelijkie. Ik had een oude vriend wat zei, je kan arm wies, je hebt net die arm lijkie. Ja. Maar nu gaat het zwaar. Ik had al begon bid aan met iemand doodgaan wat ik iets kan erf. Niet van die jongen geslagen, van die ouders. Ja, 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 wat er moet gaan. Ja, wat het zo van is 30 of om. Nee, dat is een beetje jong daar. Maar nou... Op een dag, ik werk maar, je weet wat, ik wil ook eerder met mij lekker gaan, maar dat gaat zwaar. Nou, Bella, een van mijn nuggies van mij. En ze zei, man, ik wil net voor jou zeggen, je zou met naar haar komen. Je weet waar aan toe. Ze zei, oma is in. Oma. Oma is in. Ga maar zwaar. Maar kom goed. Ik besluit niet, maar ik zal een plan moeten maken. Oma, heet dan iets. Ja, kijk, ze was lang in die oude thuis, dus ik moet toch geld om daar te betalen. Ik heb nooit geld, nou besluit ik wat ze moet hebben. En ze leidt wel ook al 2 maanden in het dierenhospitaal. Ik sluit, ze kan niet daar, ze moet iets zijn, maar we gaan mijn plannen nou een plannetje maken. We gaan naar het hospitaal toe. Toen ik nou zo inkom dat ik in die gang afloop. Hier boer staan een van mijn nuggies. Maar heel. Waarom? Ja, ik weet niet, ik vermoed het zo, oma, maar dat is daar al. Je staat van mijn neefjes op. Man, een neef wat niet aan de blommel vat, hij heeft een bokeh wat net zo. Zijn gezicht is toe. Maar het is zakdoek. Hij zit zo'n kool op zijn linkerkantse zak. Dat is al die linkerkantse zakdoek wat hij nat geil. Nee. We werken in die gang af. Kom in die kamer, we leggen hem maar daar.
ek sien toe, ek vermoed. Nee, die einde is nou nie meer ver. Maar ek sien sy nog so af en toe geheel nog so wat ek hier. En ek roep haar, en ek krijg haar een van die dokters, hy staan ook, ek sê, dokter, ek sal weer na jou kyk, ek het een contact voor paranoïen. Kom, ons sien net, het jy nie papier, dat is nog oma net een bietje nog slit skrywe, want ek wil net ding na my toe kom. Jy wil nou erwe? Ja, ek wil erwe, ek wil ding na my toe kom. Nou, so oma, ek skryf daar, jy weet, jy nie verklaar ek nou, jy weet. Jy skryf self? Roeren, ja, ek skryf, ja, ek hou my prokureer. Roeren en nie roeren, nie. Ek het gehoor van die woorde, maar ek grap. Dat. Gooi al. Oma moet nog teken. Ja, ze moet teken. Schrijf klein let, oma nie kan lees. Ja, nee, maar ze kan ek nie meer oor toe. Laat me eens langer. En ek teken, en ek vat oma in handjes, en ek teken daar, en dat die dokter teken wat het teken is. En ek gaan uit, en ook so in die gang afgaan, waar toe hy lijken ons. Die familie nou? Ja, die familie, maar hy heil. En ek loop, maar ek hou van my redelijk windie, want ek weet maar, die ding is mis nou oorgegooi na my kant. En ek weet nie over die volgende ochend was hy toe is, sy nou met respect nou weg. En weet later, graf is, roep hy kerel, want hy zwak toe, dat hy met sy kerel, God is so zwak toe gaan om, nee. As hy nou vir my familie wil praat, die testament lees, nee. Nou lees hy die testament. Ek sê daar, hulle is dit nog so af en toe ontsnap. Jy weet alles is recht? Ja, ek weet alles is recht, ek weet alles is recht. Ek raak gezorg voor. Lies laai, die man uit testament. Hiemie, soos ek geskryf het. Klaar ek, roerende en nie roerende. Mosie, ja, alles. Mosie? Ja, dat is ek. Dan maak sy na eindiging, nie begin so gok nie. Laat sy klausieliekie onderbij, wat hulle bij sitte. En, alle hospitalisatie, achterstallige gelle, sal oop uit die boel verhaal hoor. En is van op uit, ek bly alleen, ek wil nie my check gee. Bewerk my so, ek lag eer. Ja. Toe haalt er my broekie en hulle nou aftrek, en die dokter sal een kat vat, en die oude huis achterstallige 3 maanden payment en die. Toe haalt er my uit, die testament 3,900 rand kort. Toen was jy inbetaald? Ek erf dit. Maar Tola, dit is die einde. Ek woon in die straat en as sy oom wat so 3 blokken voor ons wil bly, ek doen vir hom baie. Werk is hy 10. Sy wil dit hee, dat hee. Hy kom eendag na my toe, hy sê vir my, Mossie, ek voel die einde is nie meer ver. Wat is jou ID-nummer en jou volle name? Ek sê, om te wat? Hy sê, Mossie, jy was nou vir my oor die jare baie goed. Ek voel, ek wil jou gedus in my, ek sê, papa, die ding los jy. Ek sê nou vir jou recht. Ek wil jou. Ek sikkel nog hier met die testament wat ek afbetaal. Jy laat my nie erg. Hy sê my, hy wil, hy sê, ek sê vir hom voor dood of na dood. Ek sê die politie op jou, jy laat my nie erg. Ek wil nie erg. Nee, jy bly uit my uit. En so laat hy my toe nie, hy schryf toe nie op. En toe 4 maanden toe, rij ek karie om dood. En wat gebeurt? 6 ander kinders, waar allemaal is blij. Erf elk in 65.000 rand. Ik had mezelf uitgeschreven. Dat is om jouw straf. Wat of de story is net, Tolle. Hou niet voor je met het testament op. Ja. Moet niet erven. Moet niet wil erven. Moet niet werk voor je geld. Dat is ja, werk zelf voor je geld. Maar als je op jullie prachtige noten wil, gaan we net eens op, want als je nog een beetje muziek krijgt. Dan wil ik hem net voor jou vertellen, die meisje wat vandaan die gaan zingen. Zijn naam is Liana de Villiers. Zij is daar van mijn dorp, van Ken William. En ons is een beetje trots op haar. En zij was in 1997 een winner van Crescendo. En jullie kunnen zelf oordelen als jullie haar hoort zingen. Hier is zij, Liana de Villiers. Lang kan teruggedraai, ek weet. En ek sal altyd weer probeer om weer die lewe om te keer. Ek wil die hoogste berge
langs die pad. En elke dag brengt nog een kans, een nieuwe lied, een nieuwe dans. En ik zal altijd weer proberen om weer die liefde om te keren. Ons gaan die hoogste bergen boeien. Als jij oorhaastig wegleed, eet hier ook iets wat zurende gestie veroorzaakt. En als je daarvan ontslaan wil raak, zo vinnig als nou. Spring Ino dadelijk aan die werk, zodat je kan voortgaan met jouw dagtaak. Introducing new Glade plugins. Plug it in, plug it in. Easy to use electrical air fresheners. Plug it in, plug it in. With packs of two refills that keep your home outdoor fresh for up to 90 days. Freshness 90 days, freshness coming your way. So fresh that the outdoors will want to move indoors. Plug it in. Manny, luister daar, Weskus. Kijk, dit is mijn plek waar ik ga vakantie hou, ook daar in Swart Riet van Uitbeeld. Ons het die truttelvark van ons het ons moest een slag zo'n toestand gevat, maar hij zak zo in die seesand in, dat je hem kort moet uitsleep met de jeep. Was je wiele afblaas? Ja, kijk, hij loop op zulke dun poeitjes. Maar dat is dan ook lekker broodwereld, ik meen, dat is dan niet langs die koringwereld daar zo. Jij niet een mooie story? Nico, ja, nou laat jij praat van brood. Ik denk, die story moet ik voor jullie vertellen. Kijk, Mosie het net maar gezegd, hij is in die zware tijd groot geworden, maar ik is nog zo'n paar jaar verder aan, zo ik het helemaal die zware kind. Nou, die tijd komt weer, maar ik is blij dat ik daarom is en ik die oefening gekregen. Dat is goed, we kennen dat, kan brood eten. Ja, zei. Nou, zo was daar opa's in ons wereld. Hij veronder zei om duwe dik. Die ook kan niks gehoord, maar hij kan nou praat laat ons daarom nog kan verstaan wat hij zei. Hij kan natuurlijk nog die jaren in school gaan, niet, omdat hij moest nou doof. Nou, hij mag zo opgegroeien dat hij nou maar bij die plaatsen geheel man opdra en heel ploe en naar die beste gekijk. Zo is het nou oestijd bij een van die plaatsen toe gaan om die nou daar heel moet die oesterij. Maar die oude was bij wiele werk. Zijn motto was geweest, kijk, vanavond als je klaargewerkt, dan ga je nou daar naar die krib toe en jij loopt was nou voor jou schoen en netjes. Maak je bij aan die kant en vanavond zit allemaal om die tafel. Daar wordt daar nou een ordentelijke maaltijd. En die oude tannie heeft nou die dag hier die klas brood, plaasbrood gebakken. Lekker heel pond, vars, plaasbotter. Melk, man, gebakte vlees. Achterappels, alles is nou net te lekker.
Nou, om die koek om zit. En toen die oom nou klaar die tafelbed doen het, toen vat ou Diek nou hier die lekker dik snij brood. En die oud om zo gekeek. Ou vat die mes, nou we gaan even om smeer. Maar hij smeer hem nu niet, hij zet die bord nog zo al faam op om laat hij nou. En toen hij hem nog klaar gesmeerd, toen draai die oom om en hij begon smeren om die kant. En hij zet hem in die kant weer net zo dik op. Nou kijk die oom om zo en toen die oom was nou klaar is, laat hij door die brood klaar is. Toen zei Diek, hoe kom smeer jij die brood al kant? Hij zei, ah, onder tanden moet ik het lang brood toch proeven. Leuk, ja, dit is waar, hè? Want dat heb ik nooit wat is dit als een boertellen met boter kreeg. Boertellen kreeg je lekker. Ik weet niet hoeveel van die mensen of in Zuid-Afrika vandaag ken nog van die kinderkraans. Vandaag, je weet van die CS4. Ja, maar daar ja, was kinderkraans. Ja, in onze tijd, ik was zo'n bier. Dat is nog kinderkraans. Dat is nog kinderkraans. Ja, maar noem het aan een naam nou. ACS4 en allerlei dingen. Ja, maar ons het altijd gepraat van die kinderkraans en die kleinkinderkies daartoe gegaan en die CS4 die goed kunnen zijn. Maar we waren weer in moeilijke tijden, dat het altijd maar min lekker gegaan. Nou, elke woensdagmiddag het ons kinderkraans. Maar Tolle, dit was absoluut die hoogtepunt van ons week. Als ik nou denk, dat ik terug aan het S. Lombard. Dat is ook een oelier, maar een wonderlijke tannie geweest. Zij was nou die voorzitter. Zij was die, ja, zij met die haren, met die bollen achter. Man, maar kom eens in, vertel ze je dat het van die zending. We hadden al gepraat hier van die staten waar die woord die verkondigd wordt. Die jullie moet werken voor. Maar speel maar een beetje op je gevoel. Ik kom het vandaag achter hoe we gevoel gespeeld hebben. Dan geef je zo'n karton huisje, nee. Zo'n karton huisje met zo'n schijnstak. En op zijn nok is daar een opening. Daar moet je die pennies ingooien, papa. Daar moet je hem ingooien. En dan weg. Een penny voor die zending. Een penny voor die zending. En dan breng je nou die huisje, als jij nou, jij hebt niks, maar als je nou van die niks weet, die gedeeld hebt en ingegooid, dan huisje is vol. Dan breng je hem dan mee. Dan krijg je aan ja, die is klaar, die hele gelet aan je. Die hebben ze alle replace op, nee. Ja, alleen huisje. Ja, nou, ja, alleen huisje. Maar, ik en mijn broer, ik krijg een penny in die week. Een mat. Wie gooit in? Je is maar schaam als je nu in die reis zit, nee. Je kan 4 Wilson-toffies kopen voor een penny uit. Ja, en als je 2 voor als een man kan zoeken. Nou, die penny, nou wie gooit, als je 1 penny, nou wie gooit in? Ja, zit allemaal in die schroef, zagen zo'n dier. Nee, ja, kan wel eens een stukje ingooien. Want je schaam als je, dan krijg je lach. Maar zo laat het eerst aan ons bestaan. Ons zit te vermoeden. Ons loop voor in die geldinsamelingsveld toch. Voor die zending. Ja. Dat is maar weer een gevoel speel. Nou in die bolland. Ja, je wil later gaan stelen. Nee, om in te gooien, want het is niet zo. Ja, het is niet zo. Je stelt voor een goede zaak. Ja. Maar, en totdat dat nou ingestuurd is, en dat kon nog aan. Dat ons op Tilburg. Ze kunnen kraas. Ze kunnen kraas. En die meeste geld voor kunnen kraas ingevuld. Verzending. Verzending. En daar is iets op pad. Daar komt iets. Nog een testament. Ja, nee. En toen kom ik daar aan aankondig. Het volgende woensdag komt meneer Erasmus. En ik kapa. Oké, je hoort niet eerste minister. Ons is geld voor couranten. Je biegt een couranten gekregen om je brood toe te draaien. Ons is couranten gekregen, dat was je geld. Je leest een couranten, daar is die TV, daar is die. Je weet niet wie is die eerste minister. Je hoort van die kerel. Maar je weet niet wie is die. Dat is groot mensen dingen. Maar meneer Erasmus. Papa, hij komt. Hij komt allemaal toe. En hij komt met de Holden motor. Dat weet ik ook. Hij komt met de Holden. En hij bestuurt zichzelf. Hij zit achter. Daar is een andere kerel wat bestuurt. Oeh, ik denk hier kan goed dingen. Maar hij maandag, dan begin ik al van maas zee. Hij valt vlieg in die broek, je moet die spaar op. Daar is een andere broek ook wat ik heb gezegd, spaar ik al begin losraken. Maar hij moet die vaste spaar. Voor allemaal zijn schoenen, hoe woensdag is die dag. Dat is wel die man wat ook van die kinderkraas, wat ook om veel het wat geluk. Nou, ja, ik kom zeker een toespraak maken op bedankt. Oh, jullie nou die meeste ingevorderd? Die meeste ingevorderd.
En dat is ook lekker om kinderkrans te gaan. Je weet bij de ijskrim is koeldrank, die daar krijg je nog maar zo. Allemaal koeldrank. Al gooi je nou één borrel van hij oude koeldrank op het 20 liter melk en water. Hij is flauw, nee. Maar het is bitter als niks. Bitter als water. Maar dan, ik zal nooit vergeten, maar als oefen aan een liedje. Want ons wordt die belangrijke man. Ik slaap hier nachtje, ik zang een liedje in mijn kop. En dat is gezegd nog oefen. En hij woensdagmiddag naar school. Kalf voor thuis kunnen. Hij valt flennie broekje aan mijn spaar achter, maar hij is gestrikt. En ik heb zo'n flennie hemdje aan. Ik zal nooit weer Davy Crockett. Die is voorstaan twee keer om zijn gans. En dat lijkt kruisbandjes aan, maar hij tanden zo in die broekje vastbijt. Hij merkt, hij blijft permanent dat Jacob en hij merkt dat Dougie zijn bekken toe, daar houdt hij broekje op. Stap ons. Hé broer, ons gaan nou. Nou. Dat is belangrijke man. Kom daar waar hij kerkzaalje aan. Zeg je. Op je verhoog is hij school atletiek, hij gymnastiekbankjes is zo één, dan twee, dan drie, zo opgepakt, zulke lijnen. Daar moet ons op als we gaan zingen. Die volgende oomlijk. Kom, sta aan de hand eerst voor en ze zee. Doe dus. Ja, de motor wordt gestopt. Nou kom je goed, man. Maar mijn nek is draai allemaal net zo. Kom daar een man. Denk je anders als een ander man, maar als een man. Maar hij komt in die kaap op, in die Erasmus, met de zwartpak. Kom in. Maar ze maakt mij water, breekt ook om. Maar toen ik hem voor zit, toen zei hij voor ons dankie dat ons door die geld voor die zitting gegeven. Naar het SC voor hem. Maar jullie kinders willen van jou ook een liedje uit de hart uitzingen. Om voor jullie te laten verstaan wat je in die kaper die groot raad moet hulle oordra, hoe hulle voel. Maar Sand is dan net zo streng voor hem. En we gaan naar in die voorste rij, sta je op nu. We gaan niet lopen. We gaan op je verhoog hier, over de eerste rij bankjes. Vang het je op je mond. Ja, zo. Zo leuk. Tweede rij, derde rij, Sand is. Ik denk dus, hij eet vrk niet. Wat zijn maar dan eet is niet. Hij, ik hoor daarna zijn stem voor. Ze nooit wat ze. Ja, hij nooit wat ze wil geven. Nou, ik denk dat die middeltanden opgeëten zit hij bij de twee buitentanden daar. Nou, dat is een stem voor, hoor ik daarna eet. Ze zien maar hij, dan staan je. Hij handjes was je kimmers nu. Ja, je stem, kan maar weer. Staan. Dan sta je maar zo, nee. Je staat recht op, net zo. Net zo. Dan vat ze hij twee tanden voor, dan slaat ze hier op je klavier zo. Dan maak hij maar zo. Ja, dan zet ze maar zo stil neer, dat hij gelijk maakt. Dan maak hij maar zo. En hij zei aan het is. Eén, en twee, en drie. Zien je hier die pijn, dat echt gebrand. Voor die huizen kinders en die zijn de lang. Ga nu Penny staar jou, graag ik nog meer. Ga vertel ons uit het, van ons lieve jeugd. Amen. Ik onthoud dat liedje. Ik onthoud dat liedje zoals gisteren. Dat zal ik geen die. Toen ik het van hem, man. Kan je denken hoeveelste keer dat met meneer Rasmus dat gehoord? Ja, hij wil hij zong bij elke dag. Die andere dorp met wat je gaat. Ja, net gelet van hem. Maar luister, ik wil die dominee het was ook gezien. Nou, wat jij die pennies maar al neergezag hebt. Dus die predikant gezegd, hij ging nou niet om. Ik is ook een bitterarm gemeente, dus hij ging nou niet om dat die van die gemeenteleden knopen in die parkje en kon. Maar dan moet het dan mee van die kerkbanken afspreken. Waar ik wil je ook graag doen bij het dier. Ik heb vanmiddag een beetje gelezen, iemand zei tegen van het mosjetje. Wat zo komt aanvliegen daar bij zijn pellen en ik kom zetten op die draad naar zijn vieren en zo kom ik karen. Die harren zijn lekker en zijn koppetje in het. En nou zit hij maar zo, wat weet jij? Hij zei, nee, ik kom vrienden hier in het park en hier vlieg ik in een pleinbalgame. Maar ik moet je maar die dieren brengen.
Jolla, ja, hierdie is nou eigenlijk zoals hij een neef van mij zei, als hij nou een story vertelt wat nou waar is, dan zei hij, neef, nou praat ik Bijbels. Ja. Ja. Kijk, zoals Bosje nou zei, en ons is die schaam daar ook niet. Zwaartijd was zwaartijd, maar ons is blij daar ook. Ja. Ons is ook een dier. Nou, vroeger jaren, nou die mensen was van die plaza af. Kijk, daar was hij elke dag winkel toe geweest. Ja. Je maakt ons nou bij elkaar een beetje hoener eiers en vellen worden nog eens zout. En dan nou zo na 3 maanden, dan vat je nou die op bakkietje. Met een paar varken en een paar hoeners. En dan ga je ons nou winkel toe. Ja, goed wat ook kan bemerkt worden. Wat kan bemerkt worden. Maar zo die oude man. Hou oudbak. Oudbak bak je een lorretje, zo een chef lorretje gaat. Nou die oude die, 2 varken onder in die oudbak. En boven is nou die feit, moet die paar hoeners nog, 2 hoeners aan en een paar innen. En boven die is nou die zout, vellen en goeders. Klom eiers, die porter, die staan nou hier voor op die kussen bij die oude. Dan een koel blij. Maar zo die oude nou afgesprekken, zo die oude nou afgesprekken dat als hij nou in die dorp komt, dan moet die garage nou zomaar die oude zo'n lorrietje ook een slagservice, want man, hij loopt daar en die oude slagpaaien die vieren is half af en die ding moet gegriesd worden. Nou ja, zo is het rijden die oude nou. Zo kwam hij nou daar van Riedelingen zijn kant af, weer Aurora zijn kant toe. Maar nou moet je daar zo half in een bergpassie af. Ja. Nou, bij een van die mannen zal misschien nog weten, kijk, de oude voertuigen moest nog hier net die mechanical brug gaan. Ja, die is dan draad dat je trapt, dan moet hij nog vast laten achter. Ja. En die oude was een beetje stram en hij trapt hij draad af. Broer, daar. En daar gaan die oude lorretje. En nou zit de hoogte af en dat is draaien. Dan keer die oude om hier, dan valt die klom vaker die kant en die hoeder vieren wij. Dan zit weer die kant en die vieren wij. En toen raakt het al van de. Toen hij onderaan aan nou ziet, luister, hier komt nou een foto, zei pok. Toen laat hij vaak verstaan, briek. En daar draaide hij lorretje in de wielopstuk vast. Daar gaat hij ook. Maar hij valt hem zo pleins, broer, hij leert op zijn kap. Vellen leert dan. Hij valt hem pleins. Pleins. Nou leert hij die wielen zo, nou kreeg hij ook maar de orde. Man, die hoener in je zielen loopt hier af. En die vieren zit aan hem vast. En hij ook kreeg zo uit en hij stof hem zo lekker af en ik kijk die ook. Hij zei, wel wrachtig, nou leg je daar hem lekker om te griezen. Maar, nou, professor Attie de Kok, hij is daar, ook daar in Vredenburg, zei daar in die, hij vertelt mij die story dat poem van hom bel voor hem. Nou weet jij van Oudenkerk. Bel voor hem nou van Lijnsburg af en zei voor hem, luister, als je met jou recht krijgt, ik kom af, ons het een nieuwe kar gekoopt, Houden. Ik en Tannie kom af en ons brengt zomaar voor jou een slagdingetje en een beetje vers plaatsbotter en alles. Jong, en dat is namelijk ook in die middel van die zomer en dat is, als hij rijdt zoals we dat nog gezegd hij zal nog zo'n 60 kan die aan, daar krijg kom daar, ongestap. Dus zit daar, Tannie. Met zo'n nat kombers boer haar. En die zweet drip onder dat handdoek uit. Die nat kombers en nat handdoek. En hij oom is bloedgroei. Hij zei, Atti, ik denk die oude schapie is daarmee in huis. Ik denk hij het slecht geraakt op pad. En die boter is in elk geval binnen in die oude zijn matten ingesmeld. Daar is ook die boter niet. Hij zei, maar gaan kijken, die schapie is daar. En ik kijk, ons kan niet nou nog. Ons moet nou net koel raken. Ik ga nou weer stort. Als hij zei, stap uit, toen staan hij pak zwart ouden als maar hij staan en schiet eigenlijk zo van hette. En hij keek zo in, toen zien hij maar die hitte is op zijn heel warm. En hij stap en hij zei, van oom, hij zei, maar oom, die hitte is dan aan. Hij zei, nee, die kan het niet hitte niet. Hij zei, maar oom, die kan het niet, die hitte is op zijn heel warm. Hij zei, nee, ons het niet betaald voor hitte toen ons die kan gekocht. Vanavond samen met die Westkus, zijn mensen. Bonnie, baie dankie voor die wonderlijke stories. En Mossie, baie dankie, dat was heerlijk. En dan voor al jullie gasten hier zo, ik meen het was een beetje warm geweest vanavond. Dankie. En dan voor ons kijkers bij huis, goeienacht, tot volgende week.